bij Dordrecht dan. Ja? Kom langs Dordrecht? Ja, Dordrecht, Breda. Maastricht. Yes? Alright. We gaan. Dordrecht, Breda, zei ik net. Het is nu 8:30 in de ochtend. Om Ed is mee. Om Ed is mee. Yes. The one and only. The one and only. Om Ed. En wat moet je op de... Mag ik even wat vertellen over ons om Ed? Om Ed is natuurlijk de man die vorig seizoen een aantal maal met ons is meegeweest. En dus heeft gefotografeerd. Prachtige beelden heeft gemaakt. En ook verantwoordelijk is geweest voor het nieuwe campagnebeeld van ons. Dat we van de boot afkomen. Ja. Daar zit hij. Daar zit hij. Dat is om Ed. Ed leert in meer fotografie. Volg yes. Het is 9:00. En Kakka zei net, mooi man die mist. Want als je nu naar buiten kijkt... zie je geen kloten. Je ziet helemaal niks. En dat is wel heel erg vet. En we gaan nu gewoon lekker naar Maastricht toe. Ja, waar vanavond in La Bombonière... bijna 300 mensen op ons wachten. We hebben een voorprogramma van... Ursula, die met haar theatershow ook het land in gaat met muziek. Maar dat gaan we hebben haar nog niet ontmoet, alleen per mail contact gehad. En een goede vriendin van ons, Letitia, zingt in het achtergrondkoor van Ursula. Ursula. Dus dat wordt echt super spannend. We hebben nog nooit een koor gehad, hè? Klopt. Het is een koor van 4 mensen. Oh, oké. Maar ja, bij 2 mensen is het al een koor, hè? Ja, bij Molukkers is vaak... Is solo koor. Is ook koor. Is al koor. Dus, maar ik heb een koor. Isaadas. Koor! En allemaal eerste stem. Hoe laat is het, pap? Hoe laat is het? 10:00. Het is 10:00 en we gaan even iemand wakker maken. Hallo meneer, we zijn van het televisieprogramma Nederland wordt wakker. Heeft u lekker geslapen? Heerlijk. Ja? Ja. Heeft u lekker gedroomd? Nee. Nee? Ik weet niet meer waarover het ging. Oh, was het een mooie droom? Ja, mooi man. We zijn van het programma Nederland wordt wakker. Echt? Ja. Trouwens, sappabanno. En waar gaat u naar heen? Naar Maastricht. Naar Maastricht? Goh, zo, dat zal wel een hele flinke reis zijn. Nee. Maar waar komt u vandaan? Waar ik vandaan kom? Ja. Uit Rotterdam. Uit Rotterdam? Ja. Wauw, wat een mooie reis heeft u nog achter de rug. Ja. Dus dan moet u nog een eindje. Ja, ik weet niet, waar zijn wij? Ja, wij zijn van Nederland 2, van het programma Nederland wordt wakker. Oh ja, maar ik... Ja. Ja. Oké, dus u gaat nu naar binnen. Ja. Ja, mooi. Mooi, ja. Oké. Okay. Goed verhaal. Goed verhaal. Nou, wij zijn van het programma Nederland wordt wakker op Nederland 2. Ja. Oh, nee, dankjewel. Oh, nee. Nou, tot ziens. Dag. Wordt wakker Nederland. Dag. Het is tijd voor wat gezond verstand. Doei. Onderweg naar Maastricht. Dit wordt de eerste keer dat we in Maastricht zullen spelen. Het is bijna uitverkocht en we hebben al zelfs een reprise. Dus een tweede keer dat we terugkomen in Maastricht. En dat is op 20 mei. Maar dat is een verrassing voor de mensen vanavond. Dat gebeurt er met Enkeltje Toekomst. Dit is de skyline van Maastricht, dames en heren. De skyline van Maastricht. We zijn in Maastricht. Hallo. We zijn er. Oh, vet. Kijk. We zijn in Maastricht. Ja, we gaan nu even. Hallo. Hi, ja, dank u. Gelukkig wel. We zijn in Maastricht. Dit is de Bombonière. Hier gaan we vanavond spelen. We wachten nog even op papa, mama en Leonard. Om Ed is daar nog even foto's aan het maken. En ja, het gaat nu gebeuren. Ik hoor Kak al groeten. Dus ik volg hem eventjes. Oh, dat de deur was, hè? Och. Ik ben Henry. Welcome. Hallo, hi. Joshua. Hi. Suzanne. Hallo.
Ik ben Joshua. Donny. Hoi. Hey, aangenaam. Oh, te gek. Oh. We gaan even alles even goed neerzetten. Want we gaan zo meteen gewoon knallen. Dat is gewoon één ding wat zeker is. En ik heb echt zin om te spelen. We zijn in Maastricht, hè man? Vind je het leuk hier, man? Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. En het voelt wel echt een beetje als vakantie, hè? Een beetje buitenland. Een beetje dagje uit. Een beetje buitenland. En we gaan nu even naar de stad om even een aantal niks te kopen, eten te kopen. Ja, want we gaan even kijken of we namelijk het beroemde frietje Surflesh kunnen gaan eten. En Kaka, hoe is het? Hoe smaakt die? Hij smaakt vol. Maar is het lekker? Wel lekker. Ik ben lekkerder gewend, moet ik zeggen. Ja? Ja, iets is. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Maar je hebt nog niet geproefd, hè? Nee, ik ga nou proeven. Dus tot zometeen. Ik heb dus mijn patatje Surflesh voor de helft opgegeten. En ik ga gewoon heel erg eerlijk zijn, want dat hoort gewoon. Is niet mijn ding. Is niet mijn ding. Ik laat nu even een foto zien hoe het eruit ziet. Hoe het eruit zag. En even een filmpje, want ik had niet de mogelijkheid om een filmpje te maken terwijl ik aan het eten was. Dus nu laat ik even snel een filmpje zien. Mijn frietjes, mooi gezien, mijn frietjes waren gewoon aan het zwemmen. Ik moet een beetje bijkomen van de Surfles nog, want het was een flinke hap. Dus ik heb al wel goed gegeten voor vanavond. Dus vanavond gewoon eventjes iets lichts. En dan gaan we knallen. Ja. Hallo. Nee, we gaan zo meteen gaan weer naar huis. Okay. We komen alleen maar even winkelen hier. Oh, en, ja. Mag ik even via adres van je huis? Bent u er vanavond dan bij? Ja. Oh, leuk. Wel op tijd komen, hè? Want het is ongeplaceerd. Ja. Dus we willen op tijd zijn. Ja? Hoe laat? 4 uur ongeveer? Ja. Tot straks in ieder geval. Doei, doeg. De voorprogramma wordt dus gedaan door Ursula. En die zijn nu druk bezig aan het zingen. De gitarist, Phil. Hoi. Hallo. En dit zijn de liedzangers en dit zijn de achtergrondzangeressen. En Letitia. Hallo. 6:02. We zijn net klaar met eten. Donny zit daar lekker heel relaxed op zijn telefoon. Facebook? Ja. Yes, standaard. Check-ins, weet je wel, dat hoort er allemaal bij. En zoals je ziet, alles staat er klaar. We hebben net de soundcheck gedaan van het voorprogramma. Dat is ook allemaal goed gegaan. En we gaan zo meteen starten. Eerst even lekker omkleden, even uitrusten. Het is 1935. Niet het jaartal, dat is wel heel erg lang geleden. Maar het is 7:55. Hè, Kaka? Het is 7:55. En het is wel heel erg leuk. Ja, leuk, leuk, leuk. Hey, ik begin ook een beetje Maastrichts te praten. Wat is nou het geval? Heel veel mensen, omdat het ongeplaceerd is, dat betekent dat de deur open gaat. Overigens vergeten, sorry. Die headsetjes moeten wel nog aangezet worden. Dus voor opkomst moeten jullie even nou langs mij lopen. En dan zet ik ze aan. Aan de zijkant, hè? Ja. Oh ja, geen probleem. Links staan 2 flessen water met 2 wijnglazen. En rechts? Ik zou het rechts ook kunnen, dan, want ik sta namelijk aan de andere kant gedurende. Ja. Ja. Is goed. Dankjewel. Dankjewel. Dat was Donny en het is 7:55. Wat is net gebeurd? Ja, dat was net een geval. Ja. Mensen zijn alvast de zaal, omdat ongeplaceerd. Wat betekent ongeplaceerd? Dat betekent dat je een ticket koopt, maar dat je nog niet weet waar je gaat zitten. Dus je moet zelf je plek uitkiezen. Dus er zijn heel veel mensen die zijn dus gewoon om 7 uur, terwijl het zo 8 uur begint, zijn ze gewoon naar binnen gegaan. En dan zijn ze gewoon gaan zitten. Net als in de kerk, gewoon een uur lang zitten. Maar onze techniek die heeft dus gezegd van, dat kan niet, dus jullie moeten eruit. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben hun jassen op een stoel neergelegd. Zo van, deze, oh sorry, dat was een scheet. Oh mijn god. Zenuwscheet. Dat zo van, deze plek heb ik nou geclaimd. Wow. Ja hè? Maar, dat maakt niet uit. Ik zeg wel heel vaak, maar. Maakt niet uit. We gaan nu
gaan we eventjes nog even een klein beetje voorbereiden. Ik moet nog heel erg nodig plassen. En na het plassen gaan we knallen. Want Maastricht, we gaan gewoon los. Het is 7:55, we gaan op. Let's do it. Yes. We zijn net klaar met spelen en Maastricht was echt te gek! Donnie, bedankt man! Briljant! Jullie hebben echt te gek! Echt goed man, gezorgd, dankjewel. Thanks. Dank jullie wel! In België zeggen ze proficiat, maar dat is wel, wel verdiend. Oh, te gek zeg! Jullie zijn echt gek! Dankjewel! Hoe laat het is, ik heb net al een aantal dingen opgeruimd, maar nu is de rest ook al gedaan. Dat is mooi. Leo. Stop! Goed hè? Ik heb geen idee hoe laat het is. Oh jawel. 10:12. 10:12. Boven is alles al een beetje opgeruimd. Nu gaan we hier. Wat is Lucy Letty's verjaardag eigenlijk? Vandaag, nu. Oh shit. 12 uur geweest. Leonard, hoe laat is het? Het is nu te laat. 5:01. Het is 5:01. We gaan rijden. We zijn rond 3:00 zijn we dan thuis. Papa, rij voorzichtig hè? Ja. Mama, tot Zondag. Tot zondag. Roel? Jij is goed? Zal ik hem dankjewel. Roel, dankjewel. Ja, jongens. Goed thuis hè. Bedankt, hartstikke even. Bedankt hè. Ja. Bedankt, ja. Top. Was hartstikke leuk. Ja. Goed voor alle goede zorg. Ja. Maar jullie ook. Zo, Maastricht. Maastricht. Wat een succes hè. Wat een succes hier. En we komen gewoon terug.